is Airtime. In deze uitzending, Schiphol heeft 6 start- en landingsbanen. We gaan ze in Airtime de komende tijd allemaal een keertje langs. Dit keer landen we op de Schiphol-Oostbaan. Er zijn maar weinig luchthavens op de wereld met 6 of meer start- en landingsbanen. In Amerika heb je er enkele bij miljoenen steden zoals Chicago en Dallas. Maar Schiphol in het kleine Nederland volgt al snel. Zoals gezegd, Schiphol heeft er 6. De Oostbaan is de oudste en kortste van het stel. De Schiphol-Oostbaan is net iets langer dan 2 kilometer. Ter vergelijking, de andere 5 banen van Schiphol zijn minimaal 3300 meter. De Oostbaan wordt voornamelijk gebruikt door vliegtuigen van het formaat privéjet, maar wordt tegenwoordig ook vaker ingezet voor gewone passagiersvliegtuigen als het hard uit het zuidwesten waait. De baan is stevig genoeg gemaakt voor grote, zware vliegtuigen. Zelfs de Boeing 747-400 van KLM kon hierop landen. De allerlaatste Boeing 747 van KLM vertrok ook van de Oostbaan 2 jaar geleden. Daar is die korte baan normaal gesproken niet voor geschikt, omdat zo'n toestel dan volgetankt en vol met passagiers meer baanlengte nodig heeft. Hier zaten alleen de piloten in en net genoeg brandstof voor de enkele reis naar het vliegtuigkerkhof in Spanje. De Oostbaan ligt heel praktisch dicht bij het platform van Schiphol Oost. Zo hoeven de privéjets maar een klein stukje te taxiën als ze op de Oostbaan landen of er vanaf starten. Vandaar ook dat je de kustwacht, het regeringstoestel en de historische Dakota DC-3 er kunt spotten. Al deze toestellen worden, als ze niet worden gebruikt, hier geparkeerd en onderhouden. Als de Oostbaan in gebruik is voor landende passagierstoestellen, is dat vooral in het centrum van Amsterdam te horen. Zoals alle namen van de start- en landingsbanen op Schiphol is Oostbaan niet de echte naam van het stukje asfalt. Luchtverkeersleiders en piloten hebben het over 0422. De cijfers verwijzen naar de kompasrichting, 40 graden en 220 graden. Vroeger lag hier nog een landingsbaan, haaks op de Oostbaan. Met Google Maps kun je hem zelfs nog zien. Hij is al tientallen jaren buiten gebruik en is tegenwoordig een taxibaan. Hij is wel veel breder dan de andere taxibanen. Op het YouTube-kanaal van Airtime kun je deze en alle voorgaande uitzendingen terugkijken. Abonneer je op het kanaal en klik op het belletje om op de hoogte te blijven van nieuwe uploads. Via nhairtime.nl kom je er vanzelf.